Wunderschöne lange Beine, oder? Ja, ja, ja. Und trotzdem nicht schnell genug für uns. Tja. Mädel, dein Weg ist jetzt zu Ende. Mitkommen. Stell dich nicht so an. Du konntest doch gerade auch so gut laufen. Naja, wenn du reinkommst, dann. Oh. Morgen. Morgen. Ja, da gehst du uns ein bisschen Kaffee holen. Hm? Aber echten Kaffee, nicht so ein holländisches Zeug. Einen richtigen Kaffee braucht der Mann, ne? Sie haben mal wieder eine Frau gefasst beim Fotos machen, am Ufer, am Truppenübungsplatz. Soll wohl eine ganz flotte Biene sein. Ich werde holländisch mit ihr sprechen. Ja. Ist was gemakkelijker. Die verstaat Nederlands? Maar natürlich. Ja, lass sie kommen. Geh den Soldaten holen. Ach so. Hab ich Ihnen zu viel versprochen? Herr Ledler, melde gehorsamst, Herr Obersturmführer. Wir haben diese Frau im Wald bei Bennekom festgenommen. Planquadrat B8, Sektor 7G. Sie hat dort unerlaubt Fotos gemacht. Julia Mendes. Schön. Ah. De vorige die we gepakt hadden was een leuk Engels doosje. Je hebt een echte Agfa. Hilde, kun je notities maken? Natuurlijk. Okay. Zitten. Für wen arbeitest du? Ah! Mein Vater sagte immer, an die gleiche Seite benutzen. Ah! Altheit! Ah! Schärfte! Kant! Krank! Zo'n mooie vrouw, hè? Ik zal er zo iemand naar laten kijken. Komt goed, komt goed. Hé. Hey. Het is over. Zit je me te versieren? Vet! Julia Mendes. Je bent een Sephardische Jodin, wist je dat? De naam Mendes. Die is van Duitse bloed. Jullie hebben Duitsland verraden. En Spanje. En dan probeer je zelfs Nederland te verraden? Zit in je bloed, hè? Verraden. Julia, ik ben moe. Ik ben echt dood op. Ik ben moe. Ik wil dat het stopt. Ik wil dat die klote oorlog stopt. Julia.
Julia. Kom voor ons werken, alsjeblieft. Het is niet zo moeilijk. Volgende week begin je. Oké. Ik help je. Oké. Vertrouw me maar. Ik ben niet Joods. Jij wel? Ik niet. Ik had het best willen zijn. Voor de oorlog dan tenminste. Dan ben je tenminste iets. Ik ben helemaal niks. Je moet niet bang zijn. Het kan niet erger worden dan nu. Ik ben kleuterjuf. Was. Ik ben het niet meer. Toen ze de eerste keer de kinderen kwamen... Toen ik de volgende dag op school kwam en al die onschuldige kinderkopjes zag. Ik zei tegen Henk, ik kan niet meer terug naar die school. Henk weet alles. Hij heeft nooit meegedaan, maar hij weet alles. Ik kan jou ook wel alles vertellen. Maar hem niet. Nee, daar moet hij veel beter zijn best voor doen. Dan moet hij wel beter zijn best doen! Dat hoort je wel hoor. Het is hier zo gehoorig. Ik ben niet bang voor ze. Ik heb over ze gedroomd. Was zo mooi. Je weet niet half hoe mooi dat het is. Ik stond in een mooi landschap. Krijtwitte jurk. En er stonden 6 soldaten voor me. En hij schreeuwde dat ze hun geweren op me moesten richten. En ik kon in de lopen van hun geweren kijken. En toen schreeuwde die vuur. En de kogels die raakten me wel, maar ik stierf niet. Ik bloedde. Ik bloed zo heerlijk en het bloed maakt mijn witte jurk rood. En met mijn rode jurk ga ik rennen. En ik ren. En ik ren. En ik ren. En ik ben vrij. Ik zou nooit zo kunnen zijn. Ik zou ook nooit zoals jij kunnen zijn. Ik weet al lang waar jij mee bezig bent. En Henk ook. Jij hebt je ziel verkocht aan de duivel. Maar je kunt hem altijd terugkopen. En, wat had ze ons te vertellen? Ze droomde over een rode jurk.